Vertel me nu eens iets meer over die Michel. De eentonige route, vooral de snelweg door België van Antwerpen naar Lille, had me verveeld en dromerig, met half toegeknepen ogen, hing mijn hoofd schuin tegen het autoraam. De prior en ik waren op reis naar de abdij van Stelée in Frankrijk. Ik schrok van de vraag, hoewel ik haar wel een keer had verwacht. Maar het zou er inderdaad van moeten komen en de autoweg tussen Lille en Parijs was daarvoor een ideale gelegenheid. Ik had begrip voor de vraag van de prior en zijn positie als leidinggevende van een congregatie. Ik besloot open kaart te spelen en hem een groot deel van de waarheid te vertellen. Michel is in korte tijd een vriendin geworden. Een mooie, intelligente, jonge vrouw die, zoals u weet, ik in Londen tijdens mijn onderzoek heb leren kennen. Ik keek naar de prior om een reactie te polsen, maar die bleef rustig en kalm voor zich uitkijken en leek met twee vingers een wijsje te tokkelen op het stuur. Door haar, of beter gezegd mede door haar, ben ik achter de ware feiten van Harold Arczyk gekomen. Ik vertelde hem over de inspirerende uren dat Michelle en ik in de City Corner hadden gezeten, over de avonden in haar appartement, over de boeken en over haar vondsten die mij zoveel geholpen hadden. Ik voelde, nu ik deze zaken opbiechtte, dat het me behoorlijk opluchtte. De prior knikte af en toe eens naar mij en leek soms wat te mompelen. Ook vertelde ik hem dat Michel tegen wil en dank verliefd op mij was geworden. Ik probeerde hem duidelijk te maken hoe dit een vreselijke sinusgolf van verwarde gevoelens bij ons opriep. Willen en niet willen. Mogen en niet mogen. Water en vuur. Samen of alleen. Toch kon ik de prior nog niet direct en zonder omwegen tot de kern leiden. Namelijk dat ik ook op haar verliefd was. En jij, Hugo? Hoe staat het met jouw gevoelens voor deze mooie dame? Ik aarzelde een moment en beaamde toen zijn retorische vraag, want hij wist natuurlijk het antwoord. Met een knikje. Je bent nu 43 jaar, is het niet? Hoe lang ben je al priester? Is het geen 15 jaar? Je bent dus in lichaam en geest volwassen en stabiel. Omdat jouw ziel deze verwarring niet toestaat, zul je het er wel moeilijk mee hebben. Met gesloten ogen luisterde ik naar zijn woorden. Toch kan dit iedere priester die in de maatschappij werkt en leeft overkomen. Het cliché, we zijn allemaal mens, is hier zeker opportun. Ik hoef en wil er geen vaderlijke vermaningen op loslaten, maar ik kan je aanbevelen om niet over één nacht ijs te gaan. Ben je zeker van je gevoel? Opnieuw kon ik niets anders doen dan instemmen. Ik zou het jammer vinden als je... Hij maakte zijn zin niet af, verminderde vaart en citeerde toen een strofe uit een gedicht van Gottfried August Bürger. Zo wütete Verzweiflung ihn ins Gehirn und Ahren. Ik schoot in de lach en antwoordde met Goethe. Wie soll ich fliehen? Welder wird's ziehen? Alles vergehens, Krone des Lebens, Glück ohne Ruhe, Liebe bist du.